In de video van vandaag ga ik je laten zien hoe je deze mooie Valentijnsnagels kan maken. Het is natuurlijk niet speciaal echt een Valentijnsnagel. Er zitten verder geen hartjes of roosjes of bij. Maar het geeft me echt een beetje zo'n vintage liefdesbrief effect. Ik was al van plan om zo'n soort nail art te maken. Want ik had laatst die nieuwe vintage plaat van Moira. Waar dus die leuke tekst op zat van die mooie vintage patroontjes. En toen dacht ik al, ik ga daar een mooie vintage nail art mee maken. Ik was nog een beetje aan het bedenken wat ik wilde doen. Toevallig kwam toen Sarah van Sarah's Nail Secrets ook met zo'n soort nail art. En ik dacht echt, yes, dat ga ik maken. Zij heeft het wel op een heel andere manier gedaan. Want zij heeft echt, zij noemt het ook een beetje zo'n burnt paper nail art. Zij heeft het echt met een apart los stukje papier gedaan. Wat ze ook echt een beetje heeft verbrand om dit effect te krijgen. Maar ik heb het dus gewoon met de color drops gedaan. Maar ja, als je de nagels ziet, dan lijkt het echt wel een klein beetje hierop. Dus dat was mijn inspiratie. Ik zal haar video ook onder deze video zetten. Dus dan kun je meteen even doorklikken als je die ook nog wilt bekijken. Maar waarschijnlijk als je mij volgt, ken je Sarah ook wel. Want zij maakt zulke mooie nail art. Dus dan heb je hem waarschijnlijk ook wel gezien. Maar ik ga je nu in ieder geval precies laten zien hoe ik deze nail art heb gemaakt. Ik heb hier één laagje wit aangebracht van de Perfect White. Hiervan ga ik nu de plaklaag verwijderen. Dat doe ik gewoon met alcohol. En hier ga ik nu overheen stempelen. Hiervoor gebruik ik de stempelplaat van Moira. Dat is de vintage stempelplaat nummer 5. De stempelplaten van Moira zijn verkrijgbaar via Monai. Ik zal daarvan een link onder deze video zetten. En op deze plaat staan dus allemaal leuke vintage patroontjes. En ook onder andere dit leuke tekstje. Het lijkt een beetje op een oude liefdesbrief of een oude brief in ieder geval. En in dit geval gaan we er dus een leuke liefdesbrief van maken. Ik had al een hele tijd op mijn lijstje staan dat ik deze vintage platen wilde gebruiken. En dit is dus een perfecte gelegenheid om dit leuke tekstpatroontje eens te gebruiken. Ik ga stempelen met de zwarte stempellak van Color Alike. En het stempelen kennen we inmiddels wel. Ik breng wat aan van de zwarte stempellak op de plaat. Ik ga er met mijn schraper overheen. Ik pak hem op met mijn stemper. En dan duw ik hem op de nagel. Dit hoeft helemaal niet precies. Als die maar in het midden goed erop zit. Want ik ga nu dus nog de buitenkantjes een beetje verwijderen. Daarvoor gebruik ik zo'n klein applicatortje. Je zag hem een tijdje geleden al voorbij komen in een salonvlog volgens mij. Deze heb ik gewoon via Ali besteld. En ja, dit is een soort lipgloss applicatortje. Ik zei toen al dat ik nog niet precies wist waar ik het voor ging gebruiken. Maar als je dat applicatortje dus eventjes in de aceton of nagellak remover duwt, dan kun je heel makkelijk zo wat stempel verwijderen waar je het weg wil hebben. Ik wil hier dus aan de zijkanten de stempel verwijderen. En dat gaat dus heel eenvoudig met dit applicatortje. Het is een soort sponsje. En hier aan de zijkanten kun je nu die tekst weghalen. Want hier ga ik zo meteen met de color drops werken. Als er nog een beetje zo'n waas van de stempellak achterblijft, is dat geen probleem. Want je wil juist een beetje zo'n vintage effect krijgen. Dus als er een beetje wat donkerder op zit, ja, vind ik dat helemaal niet erg. En als je gewoon een beetje zo'n randje kan creëren, dan is dat wel mooi. Dus haal gewoon aan de buitenkanten wat weg. Zodat je in het midden een soort van rondje overhoudt. En dan kun je hier zo meteen de color drops gaan aanbrengen. Nou, als je tevreden bent, dus als je gewoon in het midden wat tekst hebt laten staan, dan breng ik hier overheen de matte topcoat aan. Ik gebruik de matte topcoat van Magnetic. Want de color drops werken het fijnst over een matte topcoat. Dus hier breng ik die nu over aan. Dit gaat dan eventjes in de lamp. En dan ben ik zo weer terug met de color drops. Ik verwijder nu de plaklaag van de matte topcoat. En nu ga ik dus verder met de color drops van Cornelia. Je hebt ze inmiddels al een paar keer voorbij zien komen. En je kan er echt zoveel leuke dingen mee doen. Ik gebruik voor dit designtje 3 verschillende kleuren. Dat is een beetje die bordeaux rode, een beetje bruinachtige. Die ga ik eerst aanbrengen. En ik dep hem eerst even af op een watje. Zodat je niet al te veel kleur krijgt. En aan de zijkanten breng ik nu die rode kleur aan. Als je dit nu op eigen nagels doet of op de nagels van een klant, probeer dit dan heel voorzichtig te doen. Dep hem echt goed af. Want je wil natuurlijk niet dat meteen die drops helemaal in de nagelriemen zitten. Maar als je het gewoon even goed afduwt op een watje, dan kun je echt wel heel voorzichtig werken hoor. Zo verspreid je wat van die verschillende kleuren. Gewoon aan de zijkanten rondom die tekst. En ik doe er ook nog een heel klein beetje zwart bij.
Geeft echt een beetje extra diepte. En je kan nu die vloeistof van Cornelia gaan gebruiken om de kleur dus een beetje te vervagen. Maar ik pak gewoon een fijn penseeltje en wat alcohol. En dan vind ik dat ik net even iets preciezer kan werken. Ook het penseeltje dep ik even af, zodat ik niet al te veel gebruik. En nu ga je gewoon die vlekjes, die druppels een beetje vervagen. Dus ook dit heel voorzichtig doen als je dit op je eigen nagels doet of bij klanten. Als je dit gewoon heel goed afdept en je doet zomaar een klein beetje erop laten vallen, dan zal het ook niet meteen helemaal de nagelriemen inlopen. Dus nu ga je gewoon een beetje die vlekjes vervagen, zodat er een beetje, ja, zo'n oude bruine kleur ontstaat. Het lijkt ook een beetje of het verbrand is eigenlijk. Een beetje zo'n burnt, ja, zo'n oude brief van vroeger. En je wil juist ook een beetje van die randjes creëren. Dus dat er een beetje zo'n rand ontstaat daar bij die tekst. Ja, en elke nail art die je op deze manier maakt, zal toch steeds weer een beetje anders zijn. Het is maar net hoe de druppels vallen en hoe je de alcohol aanbrengt. Maar ik heb nu al een aantal van dit soort nail arts gemaakt. En toch krijg je steeds wel weer een beetje hetzelfde effect, maar ze zien er steeds net een beetje anders uit. Dus als je hem dan mooi vindt, laat je dit eventjes drogen. En dan breng ik er een topcoat overheen aan, zodat er weer een plaklaag ontstaat. Want daar ga ik zo meteen nog wat flakes in plakken. Hier heb ik nu dus een topcoat overheen gedaan. Hier zit nog een plaklaag op. En hier ga ik nu deze flakes op plakken. Dit zijn van die Chameleon Flakes van Magnetic Nail Design. Eigenlijk hetzelfde soort als wat je in een van de vorige video's van vorige week kon zien. En het vervelende van dit is dus inderdaad wat ik daar ook al in benoemde. Dat ik er geen naam van heb, want hier staat geen naam of geen nummer op. Maar het zijn in ieder geval van die flakes met een beetje zo'n bordeaux goudachtige gloed. En die passen hier natuurlijk perfect bij. Dus hiervan ga ik nu een klein beetje aanbrengen op de nagel. En dat doe ik ook een beetje aan die zijkanten. Gewoon heel voorzichtig een paar stukjes, niet te veel. En dan kijk je gewoon waar je het mooi vindt om wat van die flakes aan te brengen. En je zal zien dat dat echt een heel mooi blinkend effect geeft. Het geeft altijd net even wat extra's. Ik vind dit echt hele leuke nagels. Het is dat ik er nu geen tijd voor heb. Maar anders had ik dit echt op mijn eigen nagels willen doen. En dan zou ik op mijn andere nagels een mooie donker bordeauxrode kleur doen. Echt heel erg mooi. Nou, zo breng je dus wat van die flakes aan. En die plakken goed in die plaklaag. En als je dan weer tevreden bent, kun je hier de topcoat overheen doen. En ik ga hier nu gewoon een glanzende topcoat overheen doen. Maar je kan natuurlijk ook een matte topcoat doen. En hier is de nail art helemaal klaar. Ik vind dit echt een superleuke. En je ziet ze hier bij de andere die ik ook al gemaakt had. Dit is eigenlijk een beetje zo'nzelfde. Deze is toevallig net iets meer rood-roze. En dit is ook zo'nzelfde, maar hier heb ik een matte topcoat overheen gedaan. Dit vind ik ook heel erg leuk, maar ik vind zelf toch altijd dat glanzende wel mooi. Maar goed, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Op de andere nagels heb ik trouwens gewoon een beetje zo'n donker, ja, rood-roze kleur aangebracht. Dat is Honey Bunch. Een super mooie kleur. Je ziet hem hier eigenlijk wel goed eronder door. En dat is een nieuwe kleur van Loveness van de Sweet Intrigue collectie. En daaroverheen heb ik dan ook weer diezelfde flakes aangebracht. Dus stel dat je dit nou bij je klanten wil doen of bij jezelf, kun je natuurlijk ook gewoon één of twee van dit soort accentnagels maken. En de andere nagels kun je gewoon met een mooie rode kleur doen of met wat glitters. Ik vind dit echt een superleuke combi. En ja, zoals ik al zei, ik zou dit echt al op mijn eigen nagels willen hebben nu. Maar ik heb er gewoon geen tijd voor op het moment. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het even weten bij de reacties hieronder. Als je de video leuk vond, doe dan zeker ook weer je duimpje omhoog. Ik zal de linkjes van de webshops waar al deze producten verkrijgbaar zijn onder de video zetten, zodat je gemakkelijk door kan klikken. Dan wil ik je natuurlijk weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je snel weer!